Een reactie van meneer Ashis Kumar Gardin met betrekking tot het tragisch geval van gisteren in het Matawai-gebied. Dan zegt meneer Gardin verder ook dat het tijd is dat de regering werk van maakt om de goudsector verder te gaan ordenen. Zeker als nationaal, wanneer wij onze medeburgers verliezen en ook in op zo'n tragisch wijze, dan treft het die samenleving en zeker ons ook. Zeker na de mededeling van gisteren door de president, dat wij veel zaken kunnen voorkomen. Maar ja, het is zo dat het lot heeft dat gewild, maar we zouden toch wel met een beetje meer overleg en zeker naleving van de regels dit soort gevallen hebben kunnen voorkomen. Het is tragisch, het is pijnlijk, maar we moeten lering trekken uit deze situatie. Is het dan niet tijd dat het parlement met de hamer eigenlijk met de vuist gaat slaan op tafel om dat van de ordening van de goudsector toch wel door te drukken binnen de regering? Nou, dus dat is wat ik bedoel om de lering trekken in de zin van dat die ordening van goudsector, het is geen kwestie van het kunnen exploiteren of mogen exploiteren en dat man moest vinden een alibi. Het moet ook uiteindelijk ernaartoe leiden dat we bijvoorbeeld Mercury Quick gaan uitbannen. En dat betekent dat je dan procesmatig mensen moet kunnen samenbrengen om samen te werken, bedrijfsmatig te werken. Dus dat soort dingen zijn van belang om te voorkomen dat je dit soort situaties krijgt waarbij eigenlijk wat we daar gezien hebben is als maar een bericht ergens bekend wordt gemaakt, zie je mensen uit verschillende streken. En ik heb begrepen, we hebben nog niet de juiste informatie, maar dat mensen uit verschillende streken. Dus je hebt mensen uit Langatabiki, je hebt mensen uit Matawai-gebied. Dus noem maar op, dat gebeurt. Terwijl als men weet van, hey, kom ik bundel Miserevi en kom ik in zo'n bedrijf. Dus we zetten bedrijven op om kleinschalig onder begeleiding te exploiteren. Dat zou dat heel anders zijn, ja. Maar denkt u dat de regering dan gefaald heeft om deze stappen sneller door te voeren? Want we praten al jaren over het ordenen van de goudsector. Er zijn rapporten gemaakt en ingediend bij de regering. Van waarom nog, is er dan nog geen stap gemaakt om te gaan in die richting? Nou, ik denk dat precies. Ik heb altijd gezegd, we hebben een licentiesysteem, een vergunningenstelsel hier in Suriname. Je mag exploiteren als je vergunning hebt, als je een concessie hebt. Nu is het zo dat men binnen die concessies heb je een Wild West situatie, dus er wordt niet opgetreden. Nu heb je dat concessiehouders onderverhuren aan verschillende personen. Dat is niet in kaart. En dan heb je situaties waarbij mensen waar er niet eens concessies uitgegeven, mensen goud exploiteert. Dus in al deze drie gevallen zou het onmogelijk moeten zijn als men niet geregistreerd zou staan. En ik denk dat de bedoeling was van ordening goudsector sinds toen. Kijk, dit geval dat zich heeft voorgedaan, ik denk dat in het niet zo lang geleden, en hou me ten goede hoor, het was ook tijdens de vorige regering, dat zoiets zich voorgedaan had in het Nieuwmondgebied. Ja, dus en we zien dat we geen lering trekken uit die situaties. En dat is wat ik bedoel. Laat dit wel een moment zijn waar wij
lering trekken en dan werken aan die ordening met dien verstande dat niemand eigenlijk buiten de registratie zou mogen exploiteren en dat de overheid daar geen zicht in heeft. Zouden er wijzigingen moeten komen in de wetgeving met betrekking tot ordening van deze sector? Ik denk dat onze bestaande mijnbouwwet al voldoende ruimte biedt. Maar wat je zou dan moeten hebben is dat strengere en aanscherping van de mijnbouwwet. Maar dat zou het meer in de richting van sancties moeten gaan. Er zijn al sancties voor vergunninghouders die zich niet daaraan houden. Maar ook dat je zonder vergunning iets gaat doen. Zouden we die zaken moeten gaan aanscherpen, ja.